happy, 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 happy. Okay. My life is okay. I said, hey, my life is okay. Hey, welkom bij Basta. We gaan deze week hebben over stroom. Kun jij die grote stroomstoring in Amerika nog herinneren? In de zomer hadden we hier in Nederland bijna ook een tekort aan stroom. En dat kwam door de hitte. Dus we moeten er echt zuinig mee zijn. Want je hebt het overal voor nodig. Voor je tv, dvd en de lantaarnpalen. Oh ja, over lantaarnpalen gesproken. De kinderen van de kapelschool wilden eindelijk wel eens weten hoe het kan dat de lantaarnpalen elke avond plotseling aangaan. En verder gaan we onderzoeken hoe stroom nou eigenlijk precies werkt. Nou, ze mogen hier op school wel wat zuiniger zijn met stroom. Want voor je het weet is het op. Ik ben Dave John en ik ben presentator en cameraman. Ik ben Kimberly en ik ben presentatrice. Ik ben Danny, ik ben presentator en cameraman. En dit zijn de tekeningen die groep 8 heeft gemaakt over de zomer, dat het zo heet was. Veel kleuren zijn erin gebruikt. Hier zitten we altijd. Als we pauze hebben of als we straf hebben. We gaan nu onze klas binnen. Nou, dit is onze groep. Het is best gezellig. We hebben allemaal knutselwerkjes gemaakt. En dat is onze meester. Meester Tim. Hi meester, hoe lang zit u hier al op school? Dit is mijn 4e jaar vanaf 2000. En wat vindt u zo leuk aan de kinderen van groep 8? Dat ze soms zo lekker eigenwijs kunnen zijn. Dit noemen we ook wel de caravan. Dat vindt iedereen gewoon leuk om te zeggen. Hierin zit juf Annemiek. Nou, hier is juf Annemiek. Welke groepen heeft u allemaal les gegeven? Ik heb groep 5 gehad, 6. En nu heb ik groep 4. Hoe vind je het hier in de bouwhoek? Spelen. Ja, maar hoe vind je het? Leuk? Ja. En jij? Ik vind het leuk. Ik weet het niet. Dave gaat een stukje piano spelen. Hey, twee koelkasten. Nou, die kunnen echt wel uit. Goh, een waterkoker, dat trekt heel veel stroom. En een koffiezetapparaat. Nou, die kunnen echt wel uit. Hè? Wat is dit nou? Nou, kan ook uit. Ik haat koude koffie. Oh, Gerald. De kinderen hebben gezegd dat hier de stoppenkast is. Even kijken. Ja. Nou, hier in de straat is ook niet zoveel licht nodig. Die lamp steekt dus uit. Nou, ik heb er mooi voor gezorgd dat deze school ook wat beter aan het milieu denkt. Hé, hey, Jeroen, bedankt man. We hebben nu tenminste geen repelers. Ben je de lantaarnpaal één voor één aan het uitzetten? Hoe zit dat eigenlijk? Stel eens voor dat er geen straatverlichting was. Dan zou het hier dus echt pikken donker zijn. Ja, dat was dus vroeger zo in Amsterdam. Mensen gingen dan ook helemaal niet zo graag naar buiten 's avonds, want de kans was dus groot dat je in de gracht liep. Of nog erger, werd overvallen door rovers. Als je rijk was, nam je je bediende mee naar buiten en die hield dan een fakkel voor je vast, kon je tenminste in het donker wat zien. Maar de gemeente vond dat iedereen 's avonds naar buiten moest kunnen en daarom staken ze buiten de huizen kaarsen aan. De Amsterdammers moesten daarvoor een soort belasting betalen en dat noemden ze lantaarngeld. In de 17e eeuw veranderde alles. Toen vond de Amsterdammer Jan van der Heijden de eerste straatlantaarn uit.
Dat was zo'n succes dat er 100 jaar later bijna 3000 lantaarns in de stad stonden. Dan vraag je misschien af waarom zijn die lantaarnpalen altijd zo hoog. Nou ja, dat kan ik heel goed laten zien aan de hand van dit proefje. Ik heb hier een meetlat, misschien heb je er bij jou in de klas ook wel zo eentje. Ik heb hier die lamp. Nou, als ik die nou op de grond zet. Hier, hartstikke donker, zie je helemaal niks. Hou ik hem nou 20 centimeter hoger, dan kun je in ieder geval een beetje mijn voeten zien. Is het in ieder geval wat lichter. Hou ik hem nou om een meter hoog. Stel dat dit die lantaarnpaal is, moet je kijken wat je dan ziet. Kun je mij in ieder geval zien? En dat is in ieder geval een stuk veiliger op straat. Nou, er zijn in Amsterdam 110.000 lantaarnpalen die een heel stuk hoger hangen en dus de straten verlichten. Wow, dat is wel even andere koek. Oké, moet je even daarboven kijken. Daarboven hangt een apparaatje. En dat apparaatje zorgt ervoor dat iedere avond bij jou in de straat lantaarns aangaan. En daar weet jij meer over, Rut. Ja, zo ja. Vertel, hoe zit dat? Dat apparaatje, dat kijkt of het licht of donker is. Dat apparaatje noemen we een lichtsensor. Een lichtsensor. En die lichtsensor, die kijkt ook overdags als er een wolk voorbij komt of als er een vogel voorbij komt. Hé, wacht eens even. Jet, kom eens. Als ik nou probeer om het donker te maken, dat die lenssensor denkt dat het al avond is, dan is het... Probeer jij eens? Ja. Dan denkt hij dat het avond is, ga gewoon de lantaarns aan, toch? Ja. Nee, Sonja, want er is ook nog een klok. Een klok die weet wanneer het ochtend en avond is. En ook zomers weet wanneer het ochtend en avond is. Oh, dus als ik er wat opgooi, gaat dus niet zomaar hier het licht aan? Nee. Alleen samen bepalen ze wanneer de verlichting ingeschakeld wordt. Dat kleine apparaatje zorgt voor de hele stad dat de verlichting ingeschakeld wordt. Samen met de klokken. Nou is het wel eens zo dat bij mij in de straat een lantaarn kapot is en is het zo donker. Dat vind ik echt niet leuk meer. Wat kan ik daar nou aan doen? Dan kan je het stadsdeel bellen of direct het storingsnummer. En die zorgen ervoor dat het netjes gerepareerd wordt. Ik weet in de buurt is er een stuk. Zullen we daar even gaan kijken? Oh, dat is een goed idee. Ja. Hier? Die kant op? Ja, die kant op. Die doet het weer. Hey Ruud, volgens mij is er toch iets misgegaan hoor. Ruud. Hey. Geintje. Nou, die lantaarnpalen zijn wel erg belangrijk. Misschien is het maar beter dat die aanblijven. Het goede antwoord op de prijsvraag van vorige keer was antwoord B. De lantaarnpalen hebben een tijdklok en reageren op licht. De prijswinnaar komt nu in beeld. Hey, ik heb trouwens hier een heel goed boek. Want hierin staat dat het beter voor het milieu is als wij wat minder stroom gebruiken. Nou, ik ga even kijken wat er verder in staat. Het is wat donker zeg. Even wat melk pakken. Wat interessant zeg. Verdamme! Loop even met me mee, dan laat ik even zien wat je moet doen. Oké? Okay? Deze jongens hadden mazzel. Ze hadden een loterij gewonnen en daarom kregen ze voetbaltraining van Ruud Gullit. En trots dat ze waren. Ja, twee. Heb je er drie gescoord? Oh, kijk eens even zeg. Hey. Ruud leerde ze allerlei trucjes, maar echt moeilijk was de training niet. De jeugd die pikt van alles op. Ze zijn leergierig, ze willen heel veel. En natuurlijk om één dag iets te gaan doen met ze moet je het wel leuk houden. Want als je allemaal moeilijke dingen gaat lopen doen, ja, dan blijft dat niet hangen.
Nou, wie weet loopt er wel een nieuwe Rafael van der Vaart tussen. Deze bomen mogen niet gekapt worden. Tenminste, dat vinden sommige bewoners van de Watergraafsmeer. Het Stadsdeel wil 27 bomen op de Ringdijk kappen. Het was deze zomer namelijk zo droog dat de wortels van de bomen niet goed in de grond vastzitten. Bij een storm zouden ze zo kunnen omwaaien. En dan zouden er gaten in de dijk kunnen ontstaan. Zulke gaten hebben vorige maand in de plaats Wilnis voor een enorme overstroming gezorgd. Goed gaan kijken waar het vandaan komt en wat eraan gedaan kan worden. En niet zo rigoureus zijn. En niet meteen, omdat het in Wilnis is gebeurd, meteen zeggen... Oké, dan doen we dit bijvoorbeeld. Zijn wij niet schuldig? Wij wassen onze handen in onschuld. Weg ermee met alles. Maar het Stadsdeel vindt het toch nodig dat de bomen zo snel mogelijk worden gekapt. Of dat ook echt gaat gebeuren, daar praten de partijen nog over. Weet je nog van die man in Amstelveen? Vorige week vertelden we dat die meneer allemaal gevaarlijke stoffen, dus chemicaliën, in zijn huis had verstopt. Maar nu blijkt dat hij op andere plaatsen nog meer verborgen hield. En dat was hier. Het is een fabriek waar zijn vader ooit de baas was. Een heel onderzoeksteam ging kijken en net als in Amstelveen moesten de buurtbewoners hun huis uit. Er is wel wat gevonden, maar wat wil de politie niet zeggen? Zit jij wel eens met je voeten op de bank in de metro of tram? Ja? Ah zo. Nou ja, pas dan maar op, want de politie gaat heel streng controleren. Vroeger kreeg je eerst een waarschuwing en dan pas een bon. Nu krijg je meteen een bekeuring van 23 euro. Nou, daar kun je echt hele leuke dingen voor kopen hoor. Denk nou niet, ja dat zal allemaal wel. De politie heeft op de eerste dag al 119 bonnen uitgedeeld. Deze week hebben we ook een onderzoek bedacht. En dit keer heeft alles te maken met, hoe kan het ook anders, stroom. Ik ben Ilse van Zeeland en ik ben van Nemo. Ik heb vanuit Nemo 3 proefjes meegenomen. En die gaan allemaal over stroom en daarmee kunnen we vandaag gaan experimenteren. Stroom kan je eigenlijk niet zien, maar we kunnen wel laten zien hoe het werkt. En dat gaan we vandaag uitvinden. Stroom, kunnen jullie daar al een idee bij hebben wat stroom is? Ja. Ja? Wat is het? Dat veroorzaakt licht. Ja, heel goed. En dat gaan we hier doen. We gaan hier een lichtje laten branden. Kijk, daar gaat die branden. Dat is een teken dat hier stroom doorloopt. En dat is een heel erg belangrijke karakteristiek vandaag, is dat stroom van deze bron, zeg maar, van dit kleine stopcontactje, in een cirkeltje blijft lopen. En zodra we hem doorbreken, dan gaat het lampje uit, want dan krijgt hij geen stroom meer. Nou, het is misschien wel leuk om te kijken dat er sommige spulletjes zijn, die laten het stroom wel door, en er zijn een paar spulletjes, en die laten stroom niet door. Dus dan misschien dat iemand iets leuk vindt om te kijken wat... gaan we dat hier tussen stoppen en kijken of het lampje gaat branden. Kies maar wat tijd. Wat denk jij? Gaat het branden? Branden. Er was een meisje vorig jaar, die heet Cindy, die deed het met een beugel. En dat deed ze zo van, dan ging ze stroom vergelijken met een beugel, want die is ook van ijzer. En dan kreeg ze later wat pijn aan met beugel. Ze de hele dag pijn gehad? Ja. Ja, je moet wel altijd voorzichtig zijn met stroom. Als je met je stroom, met je sleutel in het stopcontact in het gaatje gaat, dan krijg je dan ook een schok. Dan krijg je een hele grote schok. En daarom moet je dat ook nooit doen. Het is namelijk zo dat je dan in één keer onderdeel gaat uitmaken van die stroomkring, maar het kan nergens heen. En dan gaat het naar de aarde toe en dan gaat het allemaal door jou heen. En dat is 220 volt. Dat doet echt heel pijn. Ja. Wat denken jullie van de potlood? Ja. Wel? Ja, er zit metaal in. In het puntje. Ja. Ja, heel goed. Maar als we hem anders vastmaken? Nee, dan niet. Dan niet, want? Dat is hout. Dat is van hout en die geluidt geen stroom. Dit is de bibberspiraal. En ik weet niet wie het eerst wil gaan proberen om zonder te bibberen naar de overkant te gaan. Ik wil wel proberen. Ja, wil jij proberen? Oh, af! Ik begin hem overnieuw. Oh. Denk je dat het moeilijker wordt voor jou of makkelijker wordt voor jou? Makkelijker, want hier is geen metaal. Goed, ja. En nou? Moeilijker. Ja. Ai, ai. Wat is een stroomkring?
Nou, een stroomkring, dat wil eigenlijk zeggen dat je een cirkeltje maakt. Het hoeft niet per se een cirkeltje te zijn, waar stroom doorheen kan gaan. En het is heel belangrijk dat het een beginpunt heeft en dat het ooit weer terugkomt bij zijn eindpunt. Hier gaan we ook weer gebruik maken van stroomkringen. Daar hebben we het vandaag een beetje over. Ik weet niet of jullie wel eens in bed lezen s'avonds, terwijl je eigenlijk niet meer mag van je ouders. Nou goed, dan kunnen we nu een stroomkringetje maken waar jij een signaaltje krijgt dat je moeder of je vader eraan komt. En dat doen we met behulp van deze lichtsensor. De sensor die ziet zeg maar licht. En normaal is het op de gang, deze zet je dan op de gang neer en deze zet je bij je bedje neer. Als die donker is, dan onderbreekt hij de stroomkring. Dus dan gaat het zoemertje gaat dan wel of niet af. Ik hoop dat hij nu geen licht vangt. Ik ga het even proberen. Heel zachtjes. Krijg je toch, ik kan hem niet genoeg afdekken nu. Maar wat gebeurt er nu als je moeder de trap op komt en die maakt de lamp aan? Wat gaat er dan gebeuren? Nee, niks meer. Niks meer? Maar dan heb je niet een goed alarmsysteem als er niks gebeurt. Al wat harder. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat harder? Ja. En dan weet jij dat je moeder aankomt en dan kan je snel je lamp uitdoen. Ik heb vandaag geleerd hoe een stroomcirkel werkt. Dat als hij niet compleet is, dat de stroom dat hij het niet doet. Maar hij moet wel compleet zijn. Dus als je stroomcirkel hebt, heb je alles van metaal. En als je bijvoorbeeld een geurtje tussen zet, dan is hij niet compleet. Helemaal niet echt compleet. Schiphol blijft groeien. Sommige mensen maken zich daar zorgen over. Omdat de vliegtuigen veel lawaai maken en het milieu vervuilen. Als jij de burgemeester van Amsterdam was, wat zou jij dan tegen de baas van Schiphol zeggen? Als ik burgemeester was, zou ik een stroomvliegtuig maken. Dan zou ik Schiphol ergens anders plaatsen. Als ik de burgemeester was, zou ik Schiphol niet laten uitbreiden. Zou ik minder vliegen? Zou ik stille vliegtuigen ontwerpen? Hey, weet je, we kunnen eigenlijk niet zonder stroom. Maar we kunnen er wel stijlig mee zijn. Volgende week gaat Bas over de kinderboekenweek. En zoals gebruikelijk gaat daar natuurlijk ook de prijsvraag over. De vraag: wat is het thema van dit jaar? Woensdagmiddag. Ai ai kapitein. Diep in het bos. Ja, stuur je antwoord op naar basta@at5.nl. Nou, zit er weer op. Tot de volgende week. Hey, stopcontact. Even kijken of die het doet. Elektriciteit. Stroom, stroom. En sommigen zeggen ook stroom, wel. Stroom. Spanning. Oeh, dat had ik nooit moeten doen. Nou krijg ik echt van katoen. Ik voel de stroom door mijn lichaam gaan. Oh, haal me alsjeblieft hier vandaan. Nou, ik heb je echt schuld. Ik heb je toch gezegd. Maar je wilt maar niet luisteren als ik iets tegen jou zeg. Yeah.